heb er even over nagedacht. En mijn grote voorbeeld in gastheerschap is Raymond Strikker. Een van mijn leermeesters geweest van Landhuis Hotel de Bloemenbeek in de Lutte. En hij heeft goed begrepen hoe je gasten van begin tot eind een onvergetelijke herinnering mee kunt geven. Hij is in staat dat, om ambassadeurs te creëren voor zijn hotel. En gasten het gevoel te geven dat ze altijd welkom zijn. En vervolgens dat verhaal van de Bloemenbeek ook nog eens een keer weer door te vertellen aan anderen. En als je dat creëert, dan heb je in mijn ogen begrepen wat gastvrijheid is. Mijn belangrijkste leermoment is geweest dat je in staat bent geweest medewerkers een herinnering te laten creëren bij onze gasten. Dat vervolgens die gasten naar huis ingaan met het gevoel van god, dat was leuk bij de kantarel. Dan gaan ze dat doorvertellen. En dan wil die gast zelf terugkomen, maar die gaat het ook weer doorvertellen aan anderen. En als je in staat bent dat te gaan doen, dan heb je ultieme gastvrijheid te pakken. Door continu het goede voorbeeld te geven. Dat wil niet zeggen dat ik altijd het goede voorbeeld geef, maar je zult mij ook altijd vinden op de werkvloer. Ik heb geen kantoor, ik loop tussen de mensen en tijdens het de lunch en tijdens het diner, dan zul je me altijd vinden op de werkvloer. Dan loop ik mee, sta ik tussen de medewerkers en dan probeer ik ze te inspireren met het verhaal waar wij mee bezig zijn. Ze allemaal weer worden uitgedaagd om een herinnering te creëren voor die gasten. Aan de mobiliteitsbranche zou ik ook als tip willen meegeven dat de verkopers, in onze wereld de gastheren genoemd, zo in staat zouden moeten zijn dat zij aan hun klant een herinnering meegeven, zodat ze over hun gaan praten. De verkoper of de gastheer, die moet ervoor zorgen dat hij ambassadeurs creëert. Ook in de verkoopwereld, dat klanten van hem gaan praten en gaan aanbevelen over zijn product.